En welkom terug op mijn kanaal. In deze video laat ik jullie zien hoe ik mijn stofzuiger schoonmaak. Ik heb zelf de Dyson V10 stofzuiger. En die moet natuurlijk ook schoongemaakt worden om ervoor te zorgen dat de stofzuiger goed blijft werken. In deze video laat ik jullie dus zien hoe ik dat doe. En de stofzuiger is ook best wel goor op het moment, dus het is echt heel hard nodig. Mocht je een andere stofzuiger hebben, kijk dan altijd goed in de instructie. Op welke manier je deze het beste kunt schoonmaken. Want bij elke stofzuiger is het belangrijk om deze om de zoveel tijd schoon te maken. Ik doe de mijne ongeveer 1 keer per 2 à 3 maanden. Laten we beginnen. Zoals jullie kunnen zien zijn de onderdelen erg vies. Ik heb dus de Dyson V10 en daar heb ik een gewoon gemotoriseerde borstel bij. Voor meer tapijt. Een zachte borstel voor de harde vloer. Dit is een meubelborsteltje, zoals je ziet, vol met kattenharen. Dan heb ik nog een smal borsteltje, zo'n zacht borsteltje. En dit zijn meer speciale borstels voor de auto, dus die gebruik ik niet heel vaak. Maar ja, wel handig om te gebruiken. Dus dit zijn alle borstels die ik gebruik bij mijn stofzuiger. En uiteraard hebben we de stofzuiger zelf ook. Dit is de stofzuiger zelf. Die moet ik ook nog een beetje leegmaken en goed schoonmaken. En de slang kijk je ook even naar of dat allemaal prima is. Ik begin met het loshalen van de slang. Als eerste kijk ik altijd in de slang of er geen blokkades zitten. Maar dat valt meestal wel mee, omdat je dat vaak merkt met de stofzuiger zelf. Helemaal prima. Ik doe hier verder eigenlijk niks mee. Ik laat het voor wat het is. En dan gaan we door naar de stofzuiger. Om de stofzuiger zelf te legen, doe ik dat altijd boven de vuilnisbak. Dus je maakt hem open en met dit rode schuifje schuif je eigenlijk de rotzooi naar beneden. Dus hij knalt hij als het ware alles eruit. Vaak doe ik een beetje heen en weer. En dan heb je het eigenlijk zo. Dus is hij open. Hier is ook een klepje waar de hele bin mee eraf kan. Als je die indrukt, dan schuif je hem zo van de stofzuiger zelf af. Dus deze kunnen we dan ook goed schoonmaken. Om dit schoon te maken ga ik er altijd gewoon langs met een vochtige doek. Het is niet aan te raden om dat helemaal onder water te houden, omdat in die rubbertjes water kan gaan zitten wat er niet goed uitgaat. Maar dan ga je dus echt gewoon met de doek door de stofzuiger om in ieder geval het ergste stof eruit te halen. Ik ga ook goed langs die rubbers hieronder en ook hier blijft ook vaak heel veel stof in hangen. Je kunt het eigenlijk ook wel makkelijk buiten doen, maar bij mij is dat veel meer iets lastiger. Dan hebben jullie allemaal omgevingsgeluid, maar als je het buiten kan doen, is het eigenlijk het beste. Ik heb overigens ook een schoonmaaktandenborstel. Dus dat is gewoon een droge, gebruikte, schoongemaakte tandenborstel. En daarmee kom ik meer in de randjes. Of tussen de randjes eigenlijk. Kom je daarmee heel goed tussen de randjes. En daarmee haal ik eigenlijk het ergste stof daartussen ook weg. Zelf. Hier ga ik niet met het natte op, maar ik haal natuurlijk wel even deze haren weg. En dan neem ik een droge microvezeldoek en daarmee ga ik over de stofzuiger heen. Ik klop hem ook even op een handdoek uit. Want je zult echt versteld zijn dat het uitkomt. Vandaar dat het ook eigenlijk beter is om dat buiten te doen. Maar ja, nogmaals, over het filmen doe ik het liever binnen. Als laatste wat belangrijk is, is om de filter eraf te draaien en deze schoon te maken. Ik heb de sticker er nog op zitten van hoe het precies moet. Maar je draait hem los. En dan komt hij er gelijk af. En hij is echt
heel smerig. Ik heb de filter overigens net even buiten uitgeklopt, ook met de tandenborstel er even overheen gegaan. Dat vind ik echt toch iets wat ik buiten moest doen, dus dat heb ik niet op beeld staan. Verder moet je hem nu gewoon uitspoelen met koud water, tot het water helder is, zeg maar. Zet je hem neer om te drogen en hij droogt ongeveer 24 uur. Dus het is belangrijk dat je hem dan niet terug de stofzuiger inzet, want anders dan ja, de kraker dingen beschadigt. Overigens zet je hem zo te drogen. Dus ja, zo laat je hem dus 24 uur staan, zodat de filter goed kan drogen. Het kwam er dus net allemaal uit de stofzuiger. Goor. Ik ga het buiten even uitkloppen. Dan verder met deze. Je maakt deze open door hier aan te draaien en dan kan je hem er zo gewoon uitschuiven. Dan heb je dit deel en je hebt deze los. Mocht er nu heel veel haren vastzitten, dan kun je deze eventueel ook wegknippen. Ik zelf haal dus even met mijn vingers gewoon de ergste kattenharen eruit. En ook dit kun je gewoon met een vochtige doek afnemen. Zodat al het stof er gewoon uit is. Dit komt er overigens ook makkelijk van af. Dan kun je hierin zit vaak ook nog stof. Dan haal ik dit eruit. Dat is vaak gewoon stof van blokkades. Dat is stof. En dan de rand hier doe ik ook altijd even met die tandenborstel. Maar even om het uiterste stof eruit te gooien. Hiermee kom je dus heel makkelijk ook onder het ding, zonder het helemaal uit elkaar te halen. Maar vooral omdat het ook heel smal is. En dan kun je eigenlijk het ergste stof nog onderlangs eruit halen. En dan heb ik ook een zachte variant. En die is echt vrij hoog. Maar dat komt ook omdat ik deze het meest gebruik natuurlijk. Die werkt iets anders. Hier heb je een klein knopje. Dat je ook kunt draaien. In plaats van die grote. Die komt dan zo los. En zoals je ziet, mega goor. Ik ga deze buiten uitkloppen, omdat die echt heel vies is.
natuurlijk. Ik haal er even snel een vochtige doek doorheen. En dit is weer klaar. En hierbij knip ik de haren los. Haal ze ervan af. Is overigens ook heel erg makkelijk om tussendoor te doen. Is zo uit elkaar en in elkaar. Dus mocht je nu merken dat er heel veel haar aan vast zit, als je ook huisdieren hebt, net als mij, dan haal je hem zo uit elkaar en haal je alles eraf. Een draadje zag ik. Dit soort dingen haal ik eigenlijk alleen haren eruit als ze er zijn. Nog even een beetje met die tandenborstel los te maken. In de tussentijd is deze droog, dus die zet ik ook gelijk weer terug op de stofzuiger. Deze er in de geleider gaat. En dan hoor je deze klikken. En dan kun je hem gewoon weer terugschuiven. En dan zit die er weer op. De filter zet ik er dus nog niet op, want die staat nog te drogen. En dan is de stofzuiger weer helemaal schoon. En een schone stofzuiger zorgt er ook voor dat je je vloeren en zo makkelijker schoon krijgt. Ook al heb je geen Dyson, dan hoop ik dat je alsnog motivatie hebt gekregen door deze video om je eigen stofzuiger schoon te maken. Abonneer je op mijn kanaal als je het nog niet hebt gedaan. En dan wil ik jullie bedanken voor het kijken en tot zaterdag. Doei!